mijn piemel. Dat is mijn piemel. Oh, zie. Shit. Je was zo groot. Hey, ik ben Issam. Ik ben Sophie Joey. En ik ben Malik. En wij hebben analoge foto's gekregen. Ja, want afgelopen seizoen kregen wij een analoog fototoestel om allemaal foto's te trekken op set. Yes, en die zijn vandaag ontwikkeld geweest, dus wij gaan die samen jullie bekijken. Het is wel een beetje spannend, want we hebben ze zelf nog niet gezien. Nee. Oh, die is heel lief van ons. Dat is mooi. Dat is echt een mooie foto. Het feestje na het vrijgezellenfeest, waar dat wij elkaar ontmoeten. Ja. En dat wij buiten die ruzie hebben dat jij zegt fuck off en dat ik vertrek. Oh, ja. En dat jij jezelf drinkt. Deze foto beschrijft wel echt de liefde tussen Morgan en Neil. Ja. Misschien ook wel maar die kussen. Ja. Een goede kapsel ook. Ja, dat is mooi, hè? Dat is iets anders. Oh, wauw. Waarom? Ik vind dat ik er heel goed op sta. Oh, ja, okay. Sasha en ik, zo een gay romance. Sasha is een geluidsman. Ja, hij is een geluidsman. Hele leuke zo, man. Ja, we kunnen heel liefdevolle en seksuele dingen tegen elkaar zeggen. Ja, ik ken mijn bromance, Sasha. Ook al. Sasha heeft hele ideeën. We delen Sasha. Oeh, dat is mijn piemel. Dat is mijn piemel. Oh, zie. Shit. Ja, dat was sowieso... Guys. Wie had de... mooiste piemel, of mocht je dat niet zeggen? Mijn piemel, die Nele zo gezegd dat je geknutseld had. Got him! Got him! Damn! I outed myself! Oh no! Dan, je was zo groot. De piemel die kleine, die piemel die Nele. Oh, ja, dit is super. Nee. Dit is een foto van Gilles Jonas. En wij zijn gaan kajakken toe. Dat vond ik om ze altijd letterlijk 10 minuten wachten op Isam. Dat is niet waar. Isam! Dat is niet waar. Maar Isam met fietsen ook niet? Ja, dat is waar. Dan draai ik me om te zien waar hij blijft. Die gast. En hij is gewoon aan het dobberen. Hij is gewoon aan het dobberen. Wat een kotspijn. Ik ben gewoon gaan liggen. Ik heb een sigaret toch gestoken. Verpassing. Ga maar. Ja, ik kom. Ja. Dit is mijn allereerste draaidag. En dat was in een station. En dat was moest ik met Roman draaien. En dat was een bloedhete dag. Uw eerste draaidag ja. Was hetzelfde locatie als uw eerste draaidag? Dat was seizoen 1? Nee, dat was een ander station. Ah, oké. Okay. En toen heb ik heel lang buiten gestaan. En ik was dus juist bevallen. En ik had zwangerschapsmasker en ik heb door daar zo lang in de zon te staan, heb ik dus een bruine plek gekregen. Ja. Is dat echt? Die een dag? Nee, joh. En vanaf dat moment moesten ze die, niet echt, moesten ze die heel de tijd wegschminken, want die kwam zo heel de tijd piepen. Ja, omdat je dan zo zweette en dan... Ja, dat is die een dag gebeurd. Ah. Oh. Ik had dat voorspeld. Dat is wel echt een goeie. Ja, dat is een van de trouw van Laura en Jonas. Ja, echt super, maar dat is ook een super mooie. Wat wel leuk is, wij zijn voor die trouw ook naar Gilles zijn echte trouw gegaan. Just. En dat vond ik altijd cool. Dat is graag. Ja. We hebben echt een mini-familietje. Ja, dat was heel leuk. Heel tof. Ah, de benefiets. Oh god. Amai, ik zit op die blauwe fiets. Weet je nog? Ik heb niet gelogen. Nee, die blauwe was echt een hele slechte fiets. Luister. Ze gunnen niet. Nee, ik had de beste tijd. Nee, dat wel, tuurlijk. Op de fiets. Nee, het gaat niet over... Nee. Nee, jij wordt goed. Jij wordt sowieso goed. Ze gaan daar niet aan pakken van. We zeggen niet dat de rode fiets de beste fiets was. We zeggen dat de blauwe fiets, de fiets waar ik op zit, de slechtste fiets was. Die ging zo. Ja, ik heb toen wel echt gezweet. En daarom zijn we verloren. You and the girls. Me and the girls tijdens... Zeg, als er geen foto is van mij. Gazet van... Ja, jawel, ja, sowieso. Gazet van Antwerpen, fotoshoot, interview. Waarom is Lali zo triest? Nee, die is gewoon sexy. Leo van kostuum. Die was altijd deze aan het doen. Aan het zitten. We moesten vaak buiten filmen. Die brengt dan zo'n tent mee, zodat we niet in onze blote... In een veld staan. In een veld gaan staan. Maar het ding is dat ook niet zo stevig is, dus dat wordt meegepakt door de wind. Dat vloog echt weg. Dus... Ze waren altijd zo... Dus als je daar niet in staat, dan vliegt hij weg. En als je daar wel in staat, dan vliegt hij zo meteen in je gezicht. Exact. Yeah! I'm a man! Yeah! I'm a strong man! Yeah! Hier. Hopla! Hopla! Oh, zo prachtig! Zie hoe sterk dat jij bent. Valassa.
bovenste, ik dacht dat ik dat was. Dus je kijkt en je doet zo. Ah. Ja, als je... Wacht, eens proberen. Zo snel, als je zo snel... Nee, dat is nog steeds Sasha. Dat is zo... Ah, ja. Ja, ja. Diva, zei. Diva. En zo, op de tram. Ja, maar wat ben je aan het eten, Malik? Ik ben granola met yoghurt aan het eten. En waarom eet je granola met... Nee, ik wou dus gezond beginnen leven. En op zit was er nooit iets... Allee, er was wel heel veel gezond, maar ik wou... Yoghurt. Ik wou yoghurt. Meneer wou yoghurt. Je bent geen diva, hè? Nee, maar dus ik had dat gevraagd. En die zijn dat speciaal gaan halen en maken voor mij. Ise. Ise, ah. Maar patserke jij. Echt waar. Ise de Malik zit met een badjas en de zonnebril binnen. Echt in de ruimte. Na diva. I'm ready to get a schmink on my face. Die noemt me altijd een diva opzet, maar dat is dus één. Ah, ja, dat is eerste, een trouw. Eerste, dat zijn super toffe dragen, omdat iedereen is ook chic gekleed. Omdat je speelt een trouw, er zijn speeches. Je speelt dus een hele liefdevolle setting. En daardoor wordt dat ook een hele warme dag. Ja. Omdat je de hele tijd warme gesprekken moet voeren. Vind je dat leuk als een groep zijn? Dus? Ik vind dat leuk, omdat ik dan niet veel moet zeggen. Dus ik moet de avond daarvoor... Maar je hebt de speech bijna niks te doen. Ja, dat is gewoon zoiets. Ja, dat was een speech. Dat is niet zo erg. En dan kom ik over alsof ik heel luid ben. Maar dat ben je ook. Nee, dat is niet waar. Nee, maar ik snap wel wat je zegt, maar het is toch ook leuk om zo'n keer een massa scène en zo'n trouwfeest te spelen. Ja, ik vond dat wel heel tof. Benieuwd hoe het er op beeld uitziet. Dan kun je nu alles streamen. Op 40 max.